gaan ze er nou eindelijk eens achter komen dat Jodokus niet Prins Folio is? Je zou het toch inmiddels denken, maar nee. Ook in het vierde deel van de Reeks Jodokus de Barbaar, de Blindeziener, weet hij nog steeds zijn geheim veilig te houden. Hoewel dat bijna even misgaat, want door een dwaze actie van hem maakt hij een flinke smak. Hij ligt in de lappenmand, dat ligt hij trouwens het merendeel van dit album. En hij heeft een periode dat hij denkt dat Jasmine erachter is gekomen dat hij niet Folio is, maar dat hij Jodokus de Barbaar is. En dat hij geen schat heeft, want daar zijn ze naar op weg. En niet alleen hij, maar nog een ander personage wat in het vorige album geïntroduceerd werd, de Schrik van de Onderzee. Want aan het eind van het album zag je dat Folio, oftewel Jodokus, en Yasine in de boeien zaten. Hier gaat dat verder en zij blijken dus in de handen te zijn van de Schrik van de Onderzee. En wie de Schrik van de Onderzee is en of die nou echt zo eng is, ja, dat wordt in dit album verteld. Maar dat moet je zelf gaan lezen. Ja, ik kan wel alles hier gaan zitten vertellen, maar dat ga ik gewoon niet doen. En hoe het met de andere personages gaat, kijk, Mark van Broekhoven heeft natuurlijk door de reeks heen verschillende personages gecreëerd die allemaal ook een beetje hun eigen verhaallijn hebben. En uiteindelijk lopen al die verhaallijnen nog steeds door en ik ben heel benieuwd van, goed, wanneer komen nou die verhaallijnen bij elkaar? Wanneer gaan ze er nou achter komen dat Jodokus niet Prins Folio is? En hoe zit het nou met een aantal andere zaken die je in de afgelopen albums voorbij hebt kunnen zien komen? Wat ik wel weet is dat het weer een hoofdstuk is in de absurde fantasie van Mark van Broekhoven. En goed, het is het vierde album wat ik lees. Het is het vierde vlog wat ik maak. Dus je snapt al, ik ben een liefhebber van deze reeks. En het is misschien niet een reeks voor iedereen, ja. Je moet een beetje van die humor houden. Je moet een beetje van die tekenstijl houden. Maar hoe dan ook, hè, als je van een mooi verhaal houdt wat goed in elkaar zit, dan moet je toch echt bij deze reeks zijn. Want wat ik al eerder in andere video's heb gezegd over Mark van Broekhoven is dat hij een ontzettend goede verteller is. Hij houdt je echt aan het lezen en daarnaast weet hij gewoon hele leuke dingen te doen. Ook in het begin van dit album weer, dan maakt hij een opening waarvan ik denk van die vind ik gewoon zo ontzettend geweldig. Hè? Je hebt echt zoiets van, ja maar dat zijn gewoon vier dezelfde plaatjes. Wat is dat nou? Ja? Nee, want als je gaat opletten en elk plaatje gaat kijken, dan zie je dat elk plaatje toch een heel klein beetje anders is. Nou, hier wordt het al wat meer, ja. En dan duiken er in één keer weer van die rare wezentjes op waar hij eigenlijk, nou, patent op zal hebben, zal ik weer niet zeggen, maar wat hij wel weet. Hij weet van die leuke wezentjes te bedenken. Denk even aan die snotgraver, die vind ik zelf ontzettend gaaf. Nou, uiteindelijk heeft hij dan deze wezentjes en ook die vind ik weer erg leuk. Dat zijn dienaren van de Schrik van de Onderzee. En die spelen ook weer in het latere, in het verdere verhaal spelen die weer een rol. Ik was natuurlijk ook heel benieuwd van hoe zit het nou met die blinde ziener. Want ik heb wel gemerkt dat in heel veel verhalen dat Mark iets, bijvoorbeeld een titel heeft. Maar dat eigenlijk in het album nog niet echt voorkomt. Pas in het album daarna. Nou, in dit geval komt aan het eind van dit album wel even de blinde ziener in beeld. En wat voor rol hij precies gaat spelen, ja, daar zullen we dan weer moeten wachten op het volgende album, deel 5. Die wordt al aangekondigd hierin. En ik had toch zomaar even het idee dat onze Mark zichzelf ook een klein cameo rolletje bedacht heeft in dit album. Want aan het eind kom je broeder Marcus tegen. Nou, dat grijpt natuurlijk weer terug naar het tweede album, waar dat klooster even in voorkwam. Hij speelt daar, tenminste, hij lijkt er wel heel erg op, ook een klein rolletje in mee. Alles bij elkaar vind ik het een ontzettend leuk album weer. Ik heb er echt van genoten. Ik was gewoon echt benieuwd van hoe weet hij toch elke keer weer dat verhaal verder te gaan, nieuwsgierig te maken. Nou, door bijvoorbeeld wat onverwachte personen te laten optreden, waarvan je denkt van, gaan die een blijvende rol spelen of is het maar eenmalig? Nou, goed, nogmaals, ga naar de stripwinkel en ga dit album zelf even lezen, want ik heb al zoveel over deze reeks gezegd. Eigenlijk, ja, meer dan dit ga ik hier gewoon niet over zeggen. Dus hij ligt in de stripwinkel. Jodokus de Barbaar, het vierde deel, de blinde ziener. Ik wens je alvast veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en natuurlijk weer tot de volgende vlog.